Jorik die ging dus inderdaad voor het eerst weer zingen. Dat zien we hier ja. gebeuren. Um, en hij vertelde wel voor zijn optreden nog... Um, um, dat het misschien wat vroeg was in deze hectische en moeilijke tijd. Of na deze hectische en moeilijke tijd. En daarmee doelde hij natuurlijk op de periode... die hij achter zich heeft gelaten met, uh, met, met Jamie Faas. Die... Ook op dat huwelijk was. Ja, maar niet, dezelfde maar niet op tot... dezelfde dag. Aha. Jamie, die mocht op donderdag komen. En Jorik, <laughs> die mocht. Uh, or, or, um, de dag daarna. De, de dag, dag daarna, oké. Okay, dus is... In verband met dat contactverbod is dat dan waarschijnlijk. Nou, dat zal er ontdekken. zeker mee te maken hebben gehad. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja, ze zullen elkaar ook niet hebben willen zien, denk ik.